Wat ben je aan het doen? Ik maak een abstract beeld. Wat is dat, een abstract beeld? Ja, dat is een beeld zonder een vorm. Ja, met zonder een vorm, maar dan kun je van alles in verzinnen en wat je ziet. Je hebt een groot voorwerp in je handen. Als je hem even naast je hoofd kan houden, dan kunnen de mensen thuis hem ook zien. Wat is het precies? Een Eiffeltoren. Ik heb begrepen dat jullie eerst een soort van held moesten kiezen. Hè? Ja. Wie is jouw held? Van der Sar. Dat is de keeper van de oud-keeper van het Nederlands elftal, hè? Ja. En hoe zie ik hier Edwin van der Sar in dan? Ja, Edwin van der Sar is ook heel lang en de Eiffeltoren ook. Ja, ze zijn druk bezig op de achtergrond. Allerlei beelden worden er gemaakt. Wat is nou de bedoeling van dit project? De bedoeling van het project is dat de kinderen kennis maken met beeldhouden. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En, ik wil ook graag dat ze wat zien van de kunst die er in Barneveld al is. Ze maken van tevoren een beeldenroute. En de kinderen moeten vragen beantwoorden en die bespreken we later weer in de klas. Hoe gaat het? Want het vergevoerde stadium zijn ze al ja. Nu. Zitten er talenten bij? Ja, zeker. Barneveld is echt een heel talentvol dorp. Ja. Welke beelden zijn vooral, wat is je opgevallen? Nou, er zijn inderdaad toch een aantal kinderen wat het aandurft om gewoon een abstract beeld te maken. Dus gewoon uit te gaan van vormen, van cirkels die dan snelheid voorstellen of zo. Nou, dus, sommige dingen zijn echt gewoon heel mooi om te zien. Het licht valt er dan doorheen en dan zie je die lijnen. Dat vind ik heel goed gedaan voor groep 8. Ja. Hoe helpt ze jullie? Tips geven en zo. Heb je ook tips gehad? Ja. Welke? Een beetje glad maken ook. En met een mesje er langs gaan. En ik heb het net al even aan iemand gevraagd, maar ga je hem verkopen of voor hoeveel miljoen? Hoe gaat dat? Ik geef gewoon aan mijn ouders. Nou, ik zou heel graag willen dat er in het nieuwe Nairak een plek komt voor dit werk. Voor het werk van kinderen op scholen. Dat er bijvoorbeeld een maand lang in het nieuwe Nairak te zien zou kunnen zijn. Waardoor de drempel voor een museumbezoek verlaagd wordt. En ook ouders eens een keer in dat museum komen. En ook voor ouders de drempel verlaagd wordt. Dat zou ik graag willen, maar dat is er nog niet. Maar Narak is veel te klein, dus het wordt hier nu tentoongesteld tijdens de kunstroute Barneveld. De ouders en de kinderen beginnen dan hier zeg maar, met de kunstroute. Ze krijgen ook allemaal een boekje. En dan gaan ze na het zien van hun eigen beelden van de kinderen naar andere kunstenaars kijken als het goed is.